Hi allemaal, ik ga voor jullie vandaag een abstract zomerdesign maken. Hartstikke leuk en fleurig. Ik heb op de ondergrond alvast de You Are Hot gelakt. En ik ga nu verder. Dit is de kleur die ik gelakt heb. You Are Hot. Mooie zomerse kleur. En ik ga die aflakken met een laagje mat. Ik ga jullie uitleggen hoe je een leuk marble design kunt maken, ook met gel polish. Hierbij gebruik ik ook hele mooie felle kleuren. Kijk maar even mee naar het palet. Ik ga jullie er meer over uitleggen. Allereerst leg ik een druppeltje Let's Do It neer. In het druppeltje leg ik een druppeltje Whitest White. Zorg dat die druppeltjes heel mooi in het midden blijven liggen. En ik eindig met de kleur van de ondergrond You Are Hot. Je ziet dat alles nu perfect in het midden ligt, dus werk ook netjes. Ik ga nu een marble patroon creëren op mijn palet. Daarvoor gebruik ik Katharina's Choice penseel. Zorg dat je dus een dun penseel hebt. Ik ga hier mee door de druppeltjes gelak. En je hebt een soort van marble patroon gemaakt. Hoeft ook niet netjes, als de kleuren maar mooi door elkaar heen vloeien. Ik heb de nagel afgelakt met extreem mat en die heb ik niet in de lamp gedaan. Nu ga ik ook weer met mijn ombrepenseel het mengsel oppakken. Ik pak het mengsel op en ik verdeel het over de nagel. En je ziet dat de kleurtjes heel leuk weer uitlopen. Je kan dit bovenste gedeelte inkleuren met het mengsel. Je kan het patroontje neerleggen zoals je zelf wil. En mooi aansluiten naar boven. Nu heb je dus een marble design met hele felle kleurtjes met je gel polish kunnen maken. Zorg ervoor dat je dit bij je klant niet te dik aanbrengt. Het moet wel uit kunnen harden onder de lamp. Je kan eventueel met een wipeje een heel klein beetje van de nagel afdeppen als het er langs loopt. Dus wacht eventjes en kijk of er niet te veel op de nagel ligt voordat je het in de lamp volledig laat uitharden. Omdat ik hier straks nog wat overheen wil schilderen, ga ik nu kiezen voor een matte topgel, want hij moet afgelakt worden. Dus kies voor de Extreme Matte Top. En ik lak de hele nagel verder af. Omdat er weer wat hoogteverschil kan zijn, is het handig om de tip even om te draaien. En je klant kan dit ook, voordat je in de lamp gaat, voor volledige uitharding. Dan wel meteen onder de lamp. Om het design subtiel af te maken, ga ik de lijnengel zilver gebruiken. Dat is eigenlijk net een vloeibaar zilver. Dat is een onwijs leuk product om mee te werken. En ik ga Pepijn's Choice penseel gebruiken om wat abstracts te maken. Ik ga wat lijnen aanbrengen. En die lijntjes mogen dunner en dikker zijn. Dat is juist leuk. Door wat harder op het penseel te duwen, worden de lijnen wat dikker en door hem dan vervolgens weer wat los te halen van het design, wordt het juist dunner. Ik vind het zelf wel leuk als er wat dikteverschil is, dat maakt het juist speels. En even 1,5 minuut uitharden in de Twin Light. Nou, het design is af. Kijk jullie maar eventjes wat het geworden is. Het is heel simpel. Ik weet zeker dat jullie dit allemaal kunnen, mits je de juiste spullen in huis hebt natuurlijk. Dit is hem geworden. Heel subtiel. Je zou het ook glanzend kunnen maken. Ook hartstikke leuk. Je zou andere lijnen gel kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld in het zwart, in het wit of in het goud. Andere kleuren gellak. Ik heb voor jullie thuis nog wat designtjes gemaakt. Dus kijk maar mee. Dan kun je een beetje combineren. Nou, dit was het weer met dit design. Let wel even goed op met je gellakken, dat ze de juiste consistentie hebben. Dus dat ze qua structuur heel erg op elkaar lijken. Dan krijg je het mooiste resultaat. En nou, veel succes met het maken weer.